Het coronavirus. Ja? Het coronavirus. En wat voor masker is het precies? Het staat tegen de corona. Ja? Werkt het goed? Moeilijk. Je kan goed ademen. En wat voor filter zit erin? Om te ademen. Maar die filter zit uit. Die filter heb ik uitgedaan. Maar je moet adem ergens gedaan te zoeken. Dus ja, we moeten gewoon doorwerken. Niet thuis zitten. Ja. Doorwerken. En dan moet je gewoon zo een masker hebben. Dat is belangrijk. Ziet er goed uit. Ja, hoor. Werk ze. Zeker. Hey, hey. Wat vind jij ervan? Van wat al die corona gebeuren. Ja, en ook van je collega. Ja, mijn collega's, weet je, ik respecteer iedereen zoals ze zijn. Dat moet altijd, je weet toch, voorop gaan. Respect, heel belangrijk. Ja. Verder, corona wordt een beetje gehyped, man. Ik hoor verschillende dingen. Ik hoor ziektes, virussen, internetverbindingen, alles. Maar leef gewoon je leven, zolang we er zijn, maak het mooiste ervan. Precies. En altijd hard werken, goed voor je familie zorgen en meer heb ik niet te zeggen, meneer. En Allah rahmo voor degene die niet het virus heeft overleefd. Ja. Jij hebt ook een masker, zie ik. Ja, ik ga hem opzetten. Heb jij hem gekregen van je werkgever? Ik heb hem van mijn werkgever gekregen. Hij zegt we moeten wel veilig. Hij denkt wel aan. Gelukkig denkt hij wel aan zijn personeel. Ja. Daar zijn we heel, heel prettig. Daar zijn we daarover. Ja. Ik leg nu in mijn beste vocabulaire uit hoe ik. Wat nou precies mijn emotionele gesteldheid is over de situatie. Maar ik ben van mening dat de meeste mensen even het initiatief moeten nemen. Om te concluderen dat het toch een onveilige toestand is. En daar moet je natuurlijk wel uiterst rekening mee houden. Ja. Dus daar zou ik het graag bij willen laten.